Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij werker of dat wordt. En vandaag ben ik weer in GTA. Zonder Rune vandaag. We gaan weer proberen in het FIB gebouw te komen. Dit is een tweede try na de vorige keer. Vorige keer was het gelukt, maar als jullie de video hebben gezien, wat jullie waarschijnlijk wel hebben gedaan. Oh god, dat ding is luid. Als jullie de video hebben gezien, dan zie je dat je heel moeilijk in het gebouw kan zien omdat het zo donker is. Dus ik ga nog eens proberen wanneer het licht is. En ik heb zo meteen ook mijn brightness als ik kan zien, als ik kan vinden waar dat is, omhoog doen. Dus ja, jullie zien mij weer als ik er ben. Ja. Oké, we zijn terug. Het is nu 7:45 in de game. We gaan alles nog eens door. Ja, terwijl we wel alles kunnen zien. Dus hier is de stoelen, dingen die we allemaal gingen oplopen. En dat we hier op konden, was wel leuk. Wat dan nog? Ik denk dat we hier niet echt iets kunnen doen. Dat zijn gewoon zo'n rare meneertjes. Nee, hier kunnen we niks doen. Wat mijn probleem was bij de vorige video, die waarvan jullie net komen waarschijnlijk, is dat ik... ik wou gewoon heel graag naar het stuk gaan waar like, de vorige video was geëindigd. En ik had beter gewoon alles beleefd zoals het daar was. En dan had het denk ik leuker geweest voor mezelf. Ik ga hier eerst eventjes kijken. Was het hier al? Ja! Wajo, het is nog altijd zo vet. Wajo. Wajo. Het is wel echt gewoon vet hoor. Kijk, dat dikke FIB-logo dat hier volledig af is gescheurd. Hier werkte gewoon mensen. Wajo. En dan dit stuk. Wajo. Dit is zo vet. IAA building. Wajo. Deze keer ga ik proberen, zoals Rune vorige keer deed, uit het gat te springen en niet uit de lift. Ik kan natuurlijk alles laten zien, want dat hebben jullie vorige keer heel slecht kunnen zien, omdat het nogal donker was. Hier dit stuk, dik FIB logo. Maar ik ga uit het gebouw springen om te zien wat dat was. Want Rune heeft ook een video gemaakt. Dat zal ik nu even in het linkje zetten. Allee, in het i'tje zetten. Die moeten jullie ook even bekijken. Maar ik heb die nog niet allemaal bekeken. Dus ik heb het nog niet gezien. Dus ik wil het ook eens uitproberen. Oh, wajo. Dit ziet er zo vet uit als je tenminste iets kunt zien. De vorige keer was het echt gewoon te donker. Wajo. Wajo. Besef, jaren geleden heb ik dit ook gedaan. Dit is echt magisch gewoon. Magisch. Wow. It's magic. Dikke lichtje. Oké, hier gaan we even doorlopen. Hier smullen de boel. Ga hier naar binnen, mevrouw. Oké, eentje naar beneden. Zo. Hier kunnen we niet meer verder. Dan hebben we dit stukje. Wauw. Wajo. Ik moet zeggen, het is ook wel vet als het gewoon donker is hoor. Maar alleen konden jullie gewoon echt niks zien. Oh, hier is de buitenwereld. Ah. Dat pikt aan mijn ogen. Wajo. Je ziet hier echt gewoon fucking veel. Dit ziet er echt vet uit. Wacht, ik ga heel even zo. Settings. Display. Of. Zo even dit genieten. Wajo. Wajo. Het ziet er echt wel vet uit. Oké. En verder gaan. Oké, naar boven, wajo. Hier ga ik zelfs uitproberen te springen ergens. Maar eerst... Oeh. Shit. Gaat niet lukken.
Maar wacht, de lift. De lift hebben we al wel gezien. Ik ga proberen hier door gewoon uit te springen. Ja! Oké, zie je iets? Nee, je ziet niks. Je ziet helemaal geen schade. Ik ben gewoon uit het niks gesprongen. Wauw. Dit was weer heel vet. Dit was weer heel vet. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het echt magisch. Als jullie willen dat ik vaker dit soort glitches ga doen, zeg dat dan even in de comments. Ja. Tot de volgende keer. Bye. Nå heier nærmest sjeis for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en løsning.